Hey jongens en meisjes, welkom bij weer een aflevering van Amateurvissen.nl. We zitten aan een stek, we hebben een behoorlijk eind moeten rijden. Dus het is pas al 2 uur nu zoiets, we hebben 10 uur in de auto gestapt. Richting het noorden en we gaan kaperen, dat zijn jullie niet van ons gewend. Maar in het dode seizoen of het gesloten seizoen moet je iets natuurlijk. En eigenlijk is kaperen ook best wel gaaf. En Jurgen die heeft alle spullen weer gekocht, hè jongen? Ik heb alles weer nieuw gekocht. Mooie Daiwa hengeltjes en moletjes enzovoorts enzovoorts. En ik heb alleen mijn camera spullen bij me. Ik heb geen feeder meegenomen ofzo. Omdat het wordt een beetje druk qua hengels ook. Een penhengeltje hebben we nog. En dan kunnen we die 3 hengels samen een beetje in de gaten houden. Kijken wat er gaat gebeuren. Het wordt relaxed vissen en hopelijk wat mooie kapers erop. We zullen zien. Nee, die kan nog steeds ingooien, jongen. De kaperhengel ook. Gewoon een nieuwe hengel en die gooit nog precies op de vierkante centimeter. Nou ja, we zijn er helemaal klaar voor. Dat geluid moeten we dadelijk horen, zeg maar. Ze liggen erin, eentje in ieder geval. Ze liggen erin, hè? Ja, ja, ja. Andere nog even? Ja. Komt helemaal goed. Een bruin! Een bruin, nou wel. Een brazen. Volgende is voor jou, hè? Een brazen. Een brazen, maar dat ging niet op de slip. Ik ging niet op de pieper. Dat moet scheppen, hè? Nee. Is zijn pieper. Dat was zo weer aan. Geen toploop bij. Wat zijn de lijnen? Ja, een brazen, hè? Nou. Ja, trek nou op. Dat is een stroming. Nou, dat is geen kaper. Of een heel klein, een gezeeld. Een gezeeld of zo. Zo! En dan kun je een brazen, jongen. Nee, hè? Ja. Oh, een brazend body. En een joekel, jongen. En puffels erop. Dat is gewoon een lap van. Op die boilie kom je maar niet meer los. Nonde, hier ben ik nog, Tom. Je noemt me om, hè? Ja, ja. Hey, we zijn al van de nul. En die ben ik wel verdomme hier. Bijt hij? Hij bijt me in de vingers. Pak hem achter je kop. Ja. Knijpen, dat is een joekel, jongen. Dat is een vis van 2 kilo. Is dat weer aan gaan? Ja. Dankjewel. Ben jij brazen? Echt waar? Ja. Mooi vis. Nou, gaan we weer. Ja, we gaan verder. Ik heb ook een handdoek bij. Hé, hey, je kan. Daar gaat ie. Je kan. Ja. Kijk, deze is dus waar we piepen. Ja, die piepjes horen een beetje vuil in de lijn. Hé, hey, wat man, hier Tom, dat had ik niet gedacht. Ik zou in één keer die tonken. Zie je wel, dan is het ook een middag ook nog, hè? Ja. De eerste brasem is binnen, op de boilie. Wel veel vuil in de lijn, echt van die groene tati, hè? Van die snotgroene alg. Snotgroene alg, ja. En valt me nog mee, het is echt een flinke brasem op de dikke boilie. Mochten we nu alleen maar brazen blijven vangen, hebben we nog dikkere boilies bij, geloof ik. Hè? Ja. Maar eens kijken welke boilies het zijn. Iets van een maatje groter. Oh ja, 20 mm Copex Pro-Line hebben we. En we hebben nu 14 Copex. Ja, even vuil eraf halen. En mooi, hij liep door de slip. Hadden we weer een mooi beet. Alweer op diezelfde hengel. Ligt er net in. Deze is mooi schoon, dus het is toch op de boilie. Maar ik wist niet welke hengel. Je roept beet, ik denk gewoon niks piepen, zal deze dopper wel zijn. Piepte die, hè? Ja, ik had hem net geleerd. Ik zat weer te kutten. Jo, ponk, perfect tegen de overkant. Kijk, nou is het dieper. Kijk, tik, nou ligt niet. Zie je? Ja, ja, ja. Dat is dieper. Ja. Nou jongens, we hebben net nog een aanbeet gehad. Ik wist niet precies welke hengel het was, dus het was wat laat. Ik denk, hij trok hem wel door de slip in, hè? Dat was wel toch wel een redelijk formaat, want die slip staat best strak. We zijn eigenlijk aan het kijken voor een toploot, dat er zoveel vuil in de lijn hangt. Maar daar hebben we wel iets bij wat we zouden kunnen gebruiken daarvoor. Ja, ik heb nog een stuk lood bij met een grote wortel. Ja. Maar wij zijn amateurkapervissers ook dom, hè? Ja, echt wel. Even wennen, hè? Even... Jeremy, het kanaal amateurvispunt. Ja, ja. Maar wel weer vangen. Wel weer vangen, ja. We hebben er wel weer in deze hitte en eigenlijk zo vroeg op de dag. Ik ben zeker dat we vanavond nog een heel dikke spiegel vangen. Dat denk ik ook, ja. Gaat voelen dat mijn water. Ballen jeuken, hè? Ja. Ik heb altijd een goed gevoel als ik het hier zo zie liggen. Zo. Ja.
denk ik, dit is het gewoon helemaal, jongen. Goh. We gaan het zien. We gaan het zien. Kijk hier, hier zit hem nog, hier. De schuim. Ja, ja. De schuim. Ik kan altijd gewoon... Oh, fuck, een dikke snoek op de lood. What the fuck is dit nou? Blijft het snoekvisser of niet, hè? Dan maak je alleen maar mee bij de amateurvisser. Alleen bij de amateurvisser dan wel. Goed, toplood eraan. Laat het... Ik gooi mijn toplood eraan, ik laat geen zakken en ik kan altijd keigrode snoek op dat toplood hier. Dit is niet van je hart, hè? Een snoekvisser, jij. Ja, maar echt de pikemasters. Ja, de pikemasters, hè? Zit hier op de kaper, jongen. Ik knalt gewoon vol op de toplood. Dus jij knalt je mijn draad er. En we gaan weer. Ik zag hem gaan. Ik zag de lijn gaan. Dit is alleen maar, dan mag ik alleen maar mee weer heen, echt, hè? Amateurvisser wel. Dit is niet waar, dus. Ja, but it happened. I know it's what they say, but it did. I know they always say this never happens, but it happened. I know. Op den dobbel, ja, als je wil. Op den dobbel, pen, Engel. Ja, we hebben net een klein haakje eraan gedaan. We kregen de hele tijd van die beetjes, maar dan trok hij niks meer door. En nu hebben we er een kleinere. Door, man. Ja, ik heb het meer raak. Ja. Hoe is het, amateur? Zo, het non is uur, dat is die taai. Moet ik hem even onthaken? Ik ben echt weer. Ja, die Engel vast. Ik ben weer raak. Ik snot hangen. Heb je hem? Natuurlijk heb ik hem, jongen. Ik ben echt. Oh, hij zit in die dikke lip. Ja. Hij zit echt vast. Ja. Oké, okay, ja, hij is nog net uit. Hoppakee. Ah, ja, visje. Vis. Blauwe aanbeet. Hier. Ja, oh, hier heb je het. Hou hem vast, nu krijg je de maiskanaal. Ja. Ja, hè. Flauwe aanbeet, ja. Hele flauw. Hij kreeg de pen niet onder, hè? Nee. Hij ging ermee aan de haal. Smeer je. Smeer je platte. Aan de pike specialist. Aan de pike specialist. Niet overal goed. Het is gewoon een penengel deze. Ja. Het zijn weer allemaal, honden hier aan het lopen. Kukels. Vrij irritant. Ben je aan het filmen? Ja, ik ben aan het filmen. Ja, kukels zijn het. Ja, echt over die hengels heen, door die hengels, over de schepnet heen. En ja. Cameraapparatuur in het water. Ja. Zijn ze net zo dom te kijken, die eigenaar van die honden, als ik zeg, aan de lijn. Ja. Doodziek worden van. Mogen hier niet loslopen. Nee, staan goed borden. Ja. Maar ja. Nou, 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 nou. Staat toch? Wat is dat? Oh, een gepikkelde plat of zo? Ik wil een snoek. Een snoek. Een snoek. Een snoek op de mais. Een snoek op de mais. Wat is gewoon een hele dunne lijn, hè? Ja. Een snoek op de mais. Een snoek op de mais. Jongens, ik vang gewoon snoek op de mais. Het spijt me. Eraf. Oh, die snoek. Oh, die snoek had die voren. De snoek had die voren te pakken, oh, jongen. Kijk, die snoek had die voren te pakken. Wat er nu weer gebeurt, jongens. Alleen op amateurvissen.nl. Ik heb beet op de dobber. Ik had het niet gezien. Jurgen zag het weer, zoals altijd. En ik zat op mijn telefoon te kutten. Ik sla aan. Ik voel ze echt trut. Ik denk, oh, ja, dat is een klein vorentje of een hele kleine braas of zo. En ik draai hem maar binnen. Ik doe de camera aan te zetten. En ik denk, zzz, gaat hij dan de slip in? Ik denk, what the fuck, hè? Dat is een kolletje voor. Ja, de snoek had hij voor aan te pakken. En, ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het wel een beetje geprobeerd om hem te vangen, maar niet gelukt. Flinke run, hè? Hey. Nee, het is een platte, hè? Een platte, ja. Godverdomme. Ja. Hij naaide erop, hè? Oh. Nee. Een platte. Ah, jammer. Dat weet ik niet. Nee, gooi. Of een klein kapertje. Een klein kapertje moet je hem scheppen, maat, hè? Ja, ik schep, hè. Ik denk net een plat. Of hij naaide erop. Ja, hij gaat wel nog steeds diep, hè? Ja. Nee, is geen platte, is een kapertje. Denk ik. Krijgen we dan toch wat? Ja, dit is geen platte. Kijk die kolk, man. Ik denk een klein kapertje. Nee, dit is een kapertje, 100%. Pak net maar hier. Ja. Dit is een kapertje, aan blijft op de grond. Het is geen grote brasem. Het is geen een dikke of een grote brasem. Nee, dit is geen brasem. Oh, jij is een kaper. Ja. Schup. Mooi. Steek hem allemaal. Schup, maat. Waar je naar beneden net. Een heel kleintje, knolletje. Ah ja, ik trek hem erin, die steek, hè? Nee. Laat hem maar even doen. Ja. Mooi, man.
Hey. Hey. Missie geslaagd. Missie geslaagd. Hey. Hey. Hoppatee. Elleboogje. We hebben hem nog niet. Nee. Kom maar run. Goh. Sterke vis. Ja. Sterke vis, ja. Nou, dat ding dat ik maar gewoon omlaag, trek ik hem erin. Ja, is goed. Hij is goed wild. Ja, nou moet je daarna eens een grote knot zetten. Ja, joh. Ja. Onze video kapervis, hè? Ja, schepper. We hebben hier een kaper ervan. En je kunt niet trekken, hè? Sterk, jongen. Ja, ja, dit is sterk. Pak je snoek erop. Dan moet je een paar keer lucht happen en dan is het over met hem. Ja. Kijk zo vlug hoe dat je omdraait, hè? Ja. Dat is, dit is sterk, hè? Waar is hij nou? Links, helemaal. Oh. Ja, hij kwam van huis, Tom. Kijk, moet maar, kijk, de voet hij hier. Eruit. Beetje terug uitgestaan, nou. Ja. Eerst die vis landen. Ja, ik heb daar op. Oh, een sterke vis hier, hoor. Ja, 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 ja. Echt een boerenschupke. Je kunt niet trekken. Kijk, hoe kom hengel. Ja. Stel je voor, je kreeg zo'n dikke draai, joh. Voh, maar die komt nog. Ja, die komt nog. Ik heb het gezegd, hè. Hey, het is 6:30, hè. Ja, ja. 6:09, hè. Dus het is 6:09, hadden we gezegd, ja. Nou. Ik kreeg lam een arm van het net, jongen. Ja, daar komt hij. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Het is lang geleden dat ik in de kaper heb staan te drillen hier. Oude Viking. Schuren, jongen, met die kop langs je lijn, hè. Ja, ja, ja. Ja, daar komt hij. Nou jongens, missie geslaagd. Wat voor dikkie. We hadden niet. We zeiden als ze tussen 6 en 9 gaan ze bijten. 6:30, tada. Jurgen had net zijn vader aan de lijn. Dus ik doe een frikadel of één friet speciaal en twee weet ik wat allemaal. En, maar die kwam niet, want die moest weg. Maar in één keer, terwijl hij aan de telefoon was, begint hij als een gek te fluiten. Nou ja. Komt iemand met een paraglider over. Hij begint als een gek te fluiten. Echt een enorme goede run. En dan zie je toch dat die sterk zijn. Dat zijn we niet meer gewend. We zijn snoekvissers. En ja, kaper is toch wel een stuk sterker. Dus je merkt wel echt dat je kracht moet zetten. Hè? En hoe beviel de hij? Hoe bevalt de hengel? Ja, super. Ja? Ja. Hengel. Ja, het is nog maar niet zo'n heel groot, hè? Maar ja. Dik tevreden toch? Die op de feeder had, jongen, daar was ik wel even mee bezig geweest. Dik tevreden, ja. Ja, het is mooi. Het is nog niet donker, dus kan er van alles gebeuren. Komt er nog echt wat meer? Ja, wie weet. We hebben zien ook meer vis springen nou in de oppervlakte, hè? Ja, ja, er zit meer, meer activiteit. Ja, ja. Dus, veel kleine vis zit er. Ja, veel kleine vis, ja. Dat komt goed. Hij ligt weer in. Kom op, zoek hier, jongens! Kom die camera! Daar ben je te laat! Ja, got him! Goed, hij is net in! Ik heb hem! Wat is er nou aan? Rustig maar nu! Ja! Oh! God, non, het is u! Ik dacht dat het hier voor mij was! Jongens, ik ben er niet in! Oh! Rustig aan, hè? Ja, ja. Hier gebeurt van alles. Je springt snoek, mijn dobbel loopt weg! Hij wat gewoon, hè? Begint te piepen. Net in, jongen. En hij zegt, je bent. Nou, hier staan. Nee. Goeie. Een zeelt. Oh, een zeelt. Een zeelt. Die vat een run. En een dikke. Die pakt een run, denk ik, Tom. Het trekt hard, jongen. Die dikke zeelt. Die pakt een run, denk ik. Die pakt een harde run, als het gaat. Ja. Ja, schep maar. Komt ie. Oh, die is mooi. Oh. Dit is mijn PR-zeelt, jongen. Kijk eens hier, mooi. Dit is mijn PR-zeelt. Op een enorme dikke boilie. Oh. Met een run. Goed, nog een zuur. Met een dag. Oh, mooi zien, man.
dikke. Zo'n dikke set heb ik nog nooit gevangen. Met brood dat hij niet bijt. Ja. Oh. De dobber loopt weg. Oh. Die andere hengel loopt weg. God, man, de zuur, hé. Een dikke. Oh. Oh. Het maakt goed. Kijk eens. Ik krijg hier een dikke snoek hier onder de top. Een dikke snoek onder de tophengel. Maar het is wel echt mooi, zeg. Ja, de grote vingers weg. Je moet hem zo vatten. Je moet hem... Ja. Ja, zo ja. Rustig. Niet doorhouden. Oh, een dikke nek. Ja. Oh, nee. Oef. Ik heb je bijna erin. Oh. Hallo. Je bent door aan het vissen, hè? En die hond moet aan de lijn. Tot de borden daar overal, hè? Nou jongens, dat was even paniek in de tent. We kregen een run, jongen, op de boilie. 20 mm boilie. En ik denk, dit is een dobber of zo. Want die had ik had net beet gehad op de dobber. Toen dook hier een enorme snoek weg. En dan zegt hij, nee, dus, ja, beet. Dus ik sla aan, verkeerde hengelen. Had je de hengel die ik 3 seconden had? Had hij een 3 seconden geleden uitgegooid. Nou ja, goed. Toen pakte ik die andere. Ik denk, ja, dat is een kaper, dat kan niet anders, hè. Hij bleef gaan. PR zeelt. Ik weet niet, ik heb hem niet gemeten, maar ik denk 50 centimeter. Zeker. Dik. Oh. 49, 50, groeit. Ja, bizar. Echt niet normaal. Dus we hebben een PR zeelt gevangen. Op een 20 mm boilie, jongens. Scopex boilie. Echt niet normaal. Dus de dag is geslaagd. We hebben 5 soorten. We hebben voren, we hebben brasem, we hebben een snoek, we hebben een kaper en we hebben een zeelt. Hey, appetit. Amateurvisser.nl. Nou, nog een spiegel. Nou, nog een spiegelkaper, ja. Schub helemaal, hè? Schub hebben we wel. Die kon nog wel. Denk het ook. Het is echt zo'n avond dat alles kan gebeuren weer. Hè. Zit hier maar om 1,5 meter water te vissen. Nou ja, nee, meer. 1,5 meter. Ja, aan de kantjes waar we vissen tegen de kantjes. Hè? 70 ja, het en meer dan 1,5. Tegen de kant is 70 centimeter. Goed, snot nog aan mijn vingers zitten. Zo jongens, dat was een heerlijk dagje weer. Even kijken naar de commentaren van de vorige video. Dat was toen ik was gaan feederen en mijn dochter mee is geweest. Erwin 240, die zegt, weet iemand onderlijntjes die je makkelijk kan bewaren? Ja, dat is altijd kut. En van Cresta zijn goede onderlijntjes en die kun je makkelijk bewaren. Die zitten op een blauwe, soort blauwe stokje. Cresta, moet je maar eens even googlen. Een feederhanger van maximaal 70 euro. Nou, dat iemand in de goede weet, ik weet zo geen, maar als jullie iets weten, antwoord Erwin maar eventjes. Willem Inke zegt, mooie vissen Tom, je dochter had er een paar meer. Ja, die had de meeste gevangen die dag. Meer dan ik, meer dan Leo en meer dan Jacques, dus die was goed bezig. Jos Nijer zegt, mooi hoor Tom, vis met je dochter, ga zo door kerel. Volgende keer een onthaakmat gebruiken, beter voor de vis. Ja, dat klopt. Ik was hem vergeten, maar ik probeer hem vanaf nu gewoon elke keer mee te nemen. Omdat ik toch vaak de vis in het gras leg, zeg maar. Als je met de vaste stok vis en je zit op zo'n zitkist, dan kun je die vis gewoon naar je toe halen en kun je op je schoot onthaken. Maar dat doe ik nooit. Dus eigenlijk is het beter om een onthaakmat te doen. Ben ik met je eens. Even kijken. Let's go, nieuwe video, zegt 420 Gaming. Zo is dat. Bart Roosema zegt mooi, ik en 2 vrienden zijn ook weer begonnen te vissen met de feeder. Het begint weer te komen, goed zo. Hey Tom, weer een mooie Feeder Friday. Kan je wachten op de kaper video van jou en Jurgen? Ja, die komt er ook weer aan. Keep on fishing en blijf gezond. Dat laatste is het belangrijkste. En keep on fishing is primair. Mooie video. Leuke video, zegt Richard. Voorlopig gaan we zo ook maar eens achter de iPad vandaan trekken. Ja jongen, haal hem erachteruit, want veel te mooi weer. Dus, dat gezegd hebbende, wens ik jullie allemaal heel veel gezondheid toe in deze shit coronatijd. Want ja, mensen zeggen wel eens, het is maar een griepje, maar dat is echt niet zo. De intensive care's liggen vol en alles, dus we moeten wel serieus nemen. Ook met vissen, bla 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 bla, dat weet iedereen wel. Maar ik wens jullie in ieder geval heel veel gezondheid. En ja, keep on fishing.